Ja, we staan weer op Eindhoven Airport en dat betekent maar één ding. Het is weer tijd voor een Europese trip. Morgen speelt PSV de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Deze keer tegen FC Zürich. Nou, ik ga ze vast opwachten, want de bus komt eraan. Hey. Inmiddels zijn we aangekomen in het mooie Zürich, waar we zo meteen spreken met een voormalige PSV'er die heel wat mooie seizoenen heeft gekend en zelfs twee seizoenen met Ruud van Nistelrooy heeft gespeeld. Ik heb het over Johan Vogel, die wij hebben uitgenodigd om morgen naar de wedstrijd te kijken. Hij gaat zo meteen ook nog met de sponsoren eten, dus wat verwacht hij van deze avond en wat verwacht hij van morgen, de wedstrijd FC Zürich tegen PSV. Johan Vogel, wat te gek dat wij hier jou treffen in jouw land, in jouw stad. We zijn nu in het restaurant Haus zum Rüde. Je bent hier uitgenodigd door PSV. Door wie precies en wat ga jij hier doen? Wat voor verhalen ga je vertellen? Ja, ik ben altijd blij als PSV mij vraagt om iets voor de club te maken. En, ik ben uitgenodigd vanavond voor de sponsordiner. En dat vind ik heel leuk, want met PSV is altijd een speciale band geweest. Sinds ik vertrok in 2005, dus al 17 jaar. En vind ik altijd blij om hier te zijn. Ja, PSV komt dus in jouw land, in jouw stadje eindelijk weer. Hoe is dat deze dagen om hen hier te mogen ontvangen? Ja, dat is wel leuk, want Zwitsers zijn... ja, niet net als jullie, wel open voor andere cultuur, maar ik denk dat ze ook een goede hart hebben. En ik vind het leuk dat ze tegen Zürich spelen, want mijn club is Grasshoppers, dus ik vind het ook leuk dat ze tegen Zürich morgen kunnen spelen en vooral winnen. Winnen, daar gaan we voor. Ja, FC Zürich doet het niet heel goed op zijn zachtst gezegd op het moment. Wat voor team is dat? Wat voor ploeg is dat? Niemand kon verwachten laatste seizoen dat ze kampioen kunnen worden. En ze zijn uiteindelijk geworden met een goede trainer. Die is naar Bundesliga, Offenheim volgens mij is hij weggegaan. Hebben ze een andere
Volgens mij Foda was ook een Duitser of Oostenrijker, weet ik niet. Maar die is al weg. En dat was dezelfde speler, maar die kon niet die continuïteit brengen voor de club. En nu is een jeugdtrainer die naast de lijn staat. Ja, vertrouwen is niet goed bij hun, maar je weet nooit. In een Europese avond kan alles gebeuren. Nou, je hebt ook 2 jaar met Ruud van Nistelrooy gespeeld. Hoe zie jij hem als trainer? Ja, ik heb hem mogen zien aan het werk toen ik onder 17 trainer was bij PSV en hij was onder 19. Ja, die is enorm voor de details. Die vraagt enorm naar zijn staf. Zijn staf heeft hij enorm gesteund toen ook. En ik vind hij is ook fanatiek en hij wil groot worden of groter worden of de volgende stap maken. Want hij is, dat weet ik, hij is enorm trots dat hij PSV kan als trainer zijn. Ja. Had je dan ook verwacht dat hij deze stap zou maken? Dat denk ik wel, want hij is wel iemand die voor het hoogste niveau is als speler. En als je Ruud kent, hij is heel nuchter, hij is rustig, maar hij wil wel gekritseld worden. En dat vind ik de juiste stap voor hem. Ja. Waar verheug jij het meest op? Het meeste verheug ik me vanavond diner. En, echt eten jij? Ja. Oude bekende terugzien. Ja. En de hele PSV werd familiaire ambiance te kunnen zien. Met al die mensen die omheen werken en de spelers inderdaad. En Ruud aan de zijlijn, van dichtbij kijken hoe je dat doet, vind ik heel leuk. Ja. Ja. Heb je een uitslag voor me? Ik denk het wordt moeilijk, maar ik denk, want Arsenal heeft ook alleen maar 2-1 gewonnen, dat was in St. Gallen. Ik denk een 0-2 moet zijn. Dat tekenen we voor, hè? Ja, ja precies. Ik ook. Leuk om oude bekenden weer te zien. Nu staan we in het Letzigrund Stadion in Zürich, waar achter mij voor de laatste keer getraind wordt voor die wedstrijd van morgen. Morgen hier dus om 6:45 de aftrap. FC Zürich tegen PSV. Is het zo dat deze wedstrijd dan juist heel goed uitkomt na Cambuur? Ja, weet je, het is wel lekker na zo'n wedstrijd in Leeuwarden. En, wat Filip al zegt ook, dat heeft pijn gedaan. En dan wil je ook meteen de kans om een beter PSV te laten zien. En dat is morgen natuurlijk uitgelezen kans. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, we zijn profs. Dat hoort erbij. En je weet, je kan het tegen een zeepertop lopen. Dat is onacceptabel, maar het gebeurt. En dan moet je gewoon hard en eerlijk zijn naar elkaar toe. Dat zijn we geweest. En daar ga je weer door. Sideways, go up onto your tiptoes. A little bit of intensity in the movement. Sit nice and deep into it. Tick, pop, pop. Tick, 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 pop, pop. Fast. Yep, yep. Good. Come on, come on, come on, come on. Yep. Last foot out. Yep. Done, done. Good. Top. Yep. Last one. Yep. Excellent, boys. Well done. Okay. Find the rhythm. Find the rhythm. Go. Well done.
Als PSV hier morgen weet te winnen, is dat de eerste keer dat ze punten weten te pakken in Zürich. Maar hey, dat is niet zo gek, want PSV heeft pas één keer eerder tegen FC Zürich gespeeld. En dat was in 1964. Dat en meer in de historische voorbeschouwing. Ik wens jullie veel plezier morgen bij de wedstrijd FC Zürich tegen PSV. Na het teleurstellende gelijkspel thuis tegen Bode Glimt in speelronde 1 van de poolfase van de Europa League pakt PSV nu het vliegtuig naar Zwitserland voor het uitduel met FC Zürich. Uiteraard kan de reis ook met de auto worden gedaan, dan ben je zonder te stoppen zo'n 6,5 uur onderweg. De ploeg van Ruud van Nistelrooy zal gesteund worden door 1200 supporters. En de supporters die er in 1989 bij waren in Zwitserland toen PSV tegen Luzern speelde, zagen Romario twee keer scoren. Romario. Van Aarle. Ja, dat zou ik ook doen. Schieten van afstand en dan is er Romario die koel en koud scoort zoals alleen hij dat kan. En dan staat PSV dus gewoon op 0-1. Lief. Scherp bewaakt door Kaufman. Romario, die twee kunnen het toch erg goed met elkaar vinden. En wat schiet die Romario toch makkelijk de tweede binnen. En wat is het toch een geweldige spits die Braziliaan. Zo loopt hij makkelijk weg van zijn man. En boem is het weer raak. 2-0, 32e minuut. En dat was tot nu toe de enige zege van PSV op Zwitserse bodem. Daar staan twee nederlagen tegenover en één daarvan was tegen de tegenstander van aanstaande donderdag. Na de 1-0 thuiszege had PSV weinig in te brengen in de return in de kwartfinale van het Europa Cup 1 toernooi in Zürich. Klaus Stürmer opende na 3 minuten al de score. Een kwartier later maakte Bruno Brizzi er al 2-0 van door PSV-doelman Gert Bals in de verre hoek te kloppen. Een kleine 10 minuten voor rust bracht Lambert Verdonk de spanning weer terug in de wedstrijd. Maar uiteindelijk won FC Zürich met 3-1 dankzij deze treffer van Dieter Rüffli. En werd PSV dus uitgeschakeld. En dan terug naar het heden. Cody Gakpo redde dus een punt voor PSV thuis tegen Bodø Glimt. Gakpo, Gakpo, Gakpo! Ja, dat is nog eens binnenkomen. Gakpo doet het dan. Savio daarbij en El Ghazi. FC Zürich begon de poolfase thuis tegen Arsenal, al werd die wedstrijd bijna 80 kilometer verderop gespeeld in St. Gallen, omdat het eigen stadion het decor was van de Diamond League, een atletiek gala. En FC Zürich kwam zelfs op gelijke hoogte met de Gunners. Jezu, 1-1 in St. Gallen, wat een verrassing. Maar Arsenal zou uiteindelijk toch met de 2-1 zege naar Londen terugkeren. Ook in speelronde 2 zou Zürich met 2-1 verliezen. Dit keer op bezoek bij Bodø Glimt, waar Donis Avdijaj, die we nog kennen uit de tijd bij Roda Willem II en Emmen, 10 minuten voor tijd de eretreffer voor de Zwitsers maakte. En dan is dit de huidige stand in Pool A, waar Bodø dus koploper is, maar Arsenal nog de perfecte score heeft. PSV staat op plek 3 en FC Zürich staat na 2 nederlagen dus puntloos onderaan. En FC Zürich is de oude ploeg van Ricardo Rodriguez. De Zwitser begon zijn professionele voetballoopbaan in zijn geboorteplaats, bij FC Zürich dus, en kwam via VfL Wolfsburg in de winterstop van het seizoen 2019-2020 bij PSV. In Eindhoven kwam Rodriguez, mede doordat het seizoen vanwege corona in maart werd afgebroken, tot slechts 6 wedstrijden. Tegenwoordig speelt hij bij Torino in Italië. En tot slot Cody Gakpo. Hij is met 13 Europese treffers de meest productieve speler binnen de huidige selectie. Mocht Gakpo scoren tegen Zürich, dan stijgt hij naar een gedeelde vierde plaats op de Europese all-time topscorerslijst van PSV. Dit is Gakpo, dit is Vinicius, bal schiet hem van de voet af en dat levert dan een goal op ook van Gakpo, ja. Gakpo met 1-1.